Dag Pure bezoekers, welkom bij een nieuwe Pure Play. Eentje waar dat al lang naar uitgekeken is, want ik had op een paar vorige Pure Plays toch al opgemerkt dat er mensen bezig waren van waar blijft Mass Effect 3? Ja. Hij is er, Mass Effect 3, nog altijd bij ons, Mark Jamin. Hallo iedereen. En ja, we spelen nog altijd met Shepard. Ja, ik ben persoonlijk, ik ga eerlijk zijn, nog niet begonnen aan Mass Effect 3. Ja, oké. Dus ik heb Joachim ook gevraagd om geen spoilerstuk te tonen, nee, dat hij anders klappen zou krijgen van mij en van heel de community. Dat doen anders, ook nooit, hè. Nee. Spoilers direct tonen. Dus maar, iedereen is nu al gerustgesteld en voilà. Kan blijven kijken. Yep. Er is wel van alles veranderd in Mass Effect 3. Daar moet ik ook wel eerlijk over zijn. Want ik ben nu eigenlijk... ik bevind mij in de Normandy nog altijd. Ik ben... Ja, het schip van Commander Shepard. Ja, van Shepard. Ik ben dus nu hier links binnengegaan. En eigenlijk was hier vroeger in Mass Effect 2 het lab van die Mordin, van die Salarian. Weet je dat nog? Ja, ja. Dat is helemaal veranderd. Je ziet dat, hè. Hier staat nu zo'n soort van tafel. Ja, de Reapers zijn dus nu volop in oorlog met de rest van het melkwegstelsel, toch? Dat van ons. Dus hier is ook dan nu een War Room eigenlijk aangebracht. En in deze War Terminal kan ik eigenlijk alles checken. Ik kan zien... Ja. Hoe ver dat ik sta om mijn gevecht eigenlijk volledig nu aan te gaan met de Reapers en wat dat ik allemaal vergaard heb van hulp, van grondstoffen. Ik kan even hier, voilà, kijk, dit heb ik gevonden bij het afscannen van een planeet. Javelin missile launchers, sorry. Dat zijn allemaal punten aan het optellen naar daaronderaan die balk. En die geeft dan aan hoe klaar je eigenlijk bent. Voor en het, kunt je dan eigenlijk bijvoorbeeld nu al kiezen om de strijd aan te gaan? Of ja. Is dat dan een bepaald punt? Ja, nee, ja. Dat heb ik ook al zelfs te bekijken van, is er ergens een knop, maar ik heb toch die indruk niet, maar ja. Het helpt alleszins allemaal wel. Want, ja, dit is dus eigenlijk het laatste spel ook van een trilogie. Dus er vallen wel slachtoffers aan beide kanten, hè. Want het spel begint eigenlijk met een grote invasie op aarde direct van de Reapers. Dus de mannen van BioWare, die vliegen er direct in. Die zeggen van, jongens, all bets are off. Direct dik en ambras. Ja, ik zou graag meer van de Normandy willen tonen, maar het is zo uitgebreid dat we daar de tijd niet toe hebben. Ja, ja. Dus ik zou zeggen, ontdek dat zelf. En ik ga mij direct gewoon gooien in de Galaxy Map, want we gaan... een reisje maken. Ik denk, ja. Ik kom juist van de Citadel en je ziet ook, hier is ook voor alles al veranderd in de kaart. Zoals dit hier bijvoorbeeld. Hier in sommige stelsels zijn die Reapers al volop actief. Ik zal misschien even naar eentje afreizen en dan... Voilà, ik moet hier zijn trouwens. Ik moet de Turians gaan helpen. Dat is dan het ras waar dat ook Garrus toe behoort. Nog altijd een van de coolste Mass Effect personages volgens mij. Die komt dus terug trouwens. Het hangt er ook vanaf natuurlijk, als je als Mass Effect 2 speler... Ja, wie dat je allemaal hebt gered en wie niet in de grote eindmissie. Want ja, er komen personages doodgaan en alle beslissingen worden overgepakt. En hebben nu al die beslissingen van die vorige games, hebben die een grote impact op deel 3? Ja, ik kan het eigenlijk heel moeilijk vanuit alle standpunten benaderen. Want ik heb er echt voor gezorgd dat ik iedereen had. Ik wou echt iedereen meepakken in Mass Effect 3. Dus ik heb ervoor gezorgd dat de betrouwbaarheid van alle personages in Mass Effect 2 bij mij allemaal... door het tak was. Dus ja, ik heb iedereen mee, maar ja, natuurlijk had je personages laten sterven. In Mass Effect 2 komen die absoluut niet terug. In Mass Effect 3 met een geïmporteerde save-file. Er staat een beetje een... Kijk, ik zit te scannen eigenlijk naar grondstoffen en die Reaper alertness, ja, die is daar. Ik vind hier wreckage. Voilà, 800 units of fuel. Maar ik zit dus met een probleem, want er zijn de Reapers. Shit. Je kunt die... ontwijken door snel mogelijk uit dat stelsel te ontsnappen. Voilà. Faster than light jump, successful, en je bent ontsnapt. Dat zo, is dus... Zo lijkt het hier even een strategy game te zijn. Heel even, ja. Het is dat. Maar het valt nog mee. En stel nu dat ik hier bijvoorbeeld planeten wil afscannen, ook naar grondstoffen. Eens kijken of ik dat hier kan, maar ik denk dat dat hier niet mogelijk is. Dan beschik je in dit spel gelukkig over een oneindig aantal probes. Ah, ja. Dus het is niet meer van naar mineralen te zoeken en al die zeven. Dat is allemaal gelukkig afgeschaft. Ik denk dat stond dat in de review van deze OPM. Maar ik dacht dat de reviewer van dienst, dat die had gezegd dat hij het jammer vond dat die geschapt waren of zo. Die mineral scanning. Ja, ik weet bijvoorbeeld Thomas die dat podcast doet van PlayStation Pure. Die was een verfend hater van de...
van de, het scannen van naar mineraal. Wel, ik behoor ook tot, tot dat team, want ik vond dat echt ongelooflijk langdradig. Mass Effect 2 was fantastisch, hè, verstaan me niet verkeerd. Ja, maar dat stuk... Ik vond het ook overbodig eigenlijk. Dat scannen was echt inderdaad erover voor mij. Maar ik heb ook al gelezen van mensen die het wel fijn vinden, dus ja. Ja, inderdaad. dat is dus maar afgeschaft. Maar ik kan me niet inbeelden dat dat een van de redenen is waarom je Mass Effect 3 ja, nee. Dat zal natuurlijk. Nee, ik zit nog maar... in dit stuk van het spel zit ik nog niet zo ver. Ik heb nog maar twee personages. Dat is die James, ingesproken door Freddie Prinze Jr. Dus er zijn opnieuw weer massa's bekende stemmen aan te pas gekomen om alles in te spreken. En Liara, dat is een oude bekende uit de vorige twee Mass Effect games. Dus zij is er al de hete blauwe alien. Yep, die is er al van het begin terug bij. En dit is dan de loadout dat je kunt kiezen voor iedereen. Ik beschik nog niet over weapon mods, heb ik de indruk. Zo vroeg in het spel. Maar als je weapon mods verzamelt of koopt er in het spel, want je kunt ook weer van alles verzamelen en kopen, kunt je je wapens sterker maken bij iedereen. Ja. Bij James kan je er niet direct doen. Maar kijk hier, die shotgun... Daar heb ik zo'n shotgun shredder mod ingestoken en een shotgun high caliber barrel. En dat helpt dan voor de damage een beetje te verhogen. Je ziet dat extra groen stukje daar. Ja. Voor mijn rifle heb ik momenteel nog niks. En die weight, die power recharge, dat hangt ervan af van hoeveel je meedraagt. Pakt je meer wapens mee, heb je meer ammunitie en middelen om vijanden uit de weg te ruimen. Maar ja, als je speciale abilities gebruikt, gaat dat ook veel trager terug... Ja, laden, hè. Je kent dat, hè. Tegenover als ik nu geen shotgun meepak, kijk, die weight die daalt met een aanzienlijk stuk, pakt toch, ja, veel, 150% blijkbaar, dus ik ga hem nu gewoon meepakken. Het zal ietsje trager allemaal herladen, maar goed. Wij gaan nu dus naar een maan, denk ik, van de Turians, en daar zijn die Reapers ook volop. Ja. Het is echt oorlog. Het is echt wel... Het wordt ook echt alleen verzorgd dat is ook als... echt wel waar dat het grote game echt rond draait. Ja. We hebben ook gezien in alle trailers, in alle... Dit is het grote slotstuk eigenlijk. Catchphrases en techlines waar de game rond draait. Het is ook echt wel oorlog. Hè. Jawel, het is inderdaad van... Finish the fight. Het zijn zij van ons, inderdaad. Take Earth back, of wat was take er? Earth back. Oh, nog een van die taglines. Dit is nu een van de slagvelden. Op aarde wordt er nu ook natuurlijk volop al een strijd gevoerd. Daar keren we nu niet direct naar terug in het begin. Nee. Daar start het maar, je ontsnapt dus. En je zit ook wel met andere vijanden, want ja, de Reapers die zijn dus natuurlijk nu er allemaal. En die zijn natuurlijk, je ziet het hier, totale destructie aan het... Uitgesponnen intergalactische strijd. Maar dingen, Cerberus, dat is dan de pro-humanitaire organisatie die er niet voor uit de weg gaan om over lijken te gaan. Die zijn er nu ook weer van de partij, maar die hebben zich totaal gekeerd tegen Shepard. Ja. Shepard is heeft immers gezegd van niet. Ja, inderdaad. Dus die zitten nu ook natuurlijk u serieuze problemen te bezorgen. Maar ik weet nu ook wel, in de eerste game was er bijvoorbeeld de kans om een soort van een grote spinnenkoningin te bevrijden. De eerste game was alleen op Xbox verschenen, ik heb die toen gespeeld. En in de tweede had je zo'n een interactieve comic in het begin van het spel. Ja, samen te vatten. Hè. En daar kon je dan kiezen van of je die koningin die redde of niet. Als je ze redt, kan ik wel intussen ook al bevestigen... die implicaties of die gevolgen die volgen in dit spel wel. Ah, ja. Dus en dan kun je eventueel die als extra hulpmiddel inzetten tegen de Reapers. Dus wie nog niet begonnen is aan Mass Effect 2... Oeps! Ja, maar ja, nee. Ik nee, maar bedoel, die kan die keuze maken dan. Hè? Ja, inderdaad. Dat is nog altijd een enorm sterk verkooppunt van Mass Effect. Van de serie in het algemeen, de keuzes dat je maakt... Hey, die hebben echt wel een impact op de rest van de games die je dan koopt en speelt. Het is echt je eigen verhaal dat verder evolueert. Moest je nu Mass Effect 1 of 2, 1 zijnde op Xbox of 2 op de PS3 en of Xbox, niet gespeeld hebben, geen zorgen, in de derde kun je ook weer eigenlijk in het begin kiezen wat dat je als beslissingen zou nemen in het verhaal tot nu toe. En je zit eigenlijk volledig weer mee met de rest. Ik zou persoonlijk toch aanraden om gewoon twee op te spelen. Absoluut, want het is een fantastisch... Zeker de prijs dat die nu nog kost. Ik denk dat je hem voor €20 makkelijk kunt vinden. Het is een spel dat inderdaad niet mag,
niet mag gemist worden. Hè. Kijk, dat is dan... Kijk, de Turians, voilà. Een gans team dat hier een basis heeft. En zeg nu eens voor de mensen die ja, echt helemaal niet vertrouwd zijn met de reeks. Kijk, we zien nu een combatstuk. Ja. Maar het is natuurlijk veel meer dan combat, hè. Mouse Effect. Ja, ja, is klopt, de verhouding klopt, een beetje in drie qua combat en RPG-elementen? Is het wel in verhouding of is dat toch iets? Wel, er zit een... ze hebben ervoor gekozen om u een soort van meer actiegerichte ervaring ook te bieden. Wat dan in mijn ogen totaal niet strookt met het Mass Effect, met de Mass Effect standaarden. Dus ik zou echt voorstellen van, jongens, hou echt alle beslissingen intact. De opties in het spel, ik zal het nu even tonen bij de opties, of wat hier staat. Kijk, narrative, daar kun je bijvoorbeeld kiezen of dat je helemaal geen beslissingen wilt maken. Ja. Maar dat is in mijn ogen... Dat is een beetje belachelijk. Dat pakt een ongelooflijk groot stuk van het spel, ja, van het coole van het spel weg. Ja, een beetje raar dat ze er zelfs in stoppen. Voilà. Ja, dat is natuurlijk om een breder publiek ook misschien aan te spreken. Ja, oké, okay, ja. Dat is dan ook het enigste pluspunt dat ik er ook aan kan zien, want ik vind ook dat die beslissingen... Ik bedoel, één keer dat je de game in huis hebt... Ja. Dan heb je hem toch in huis en als het dan te laat is, dan... Ik bedoel, het is niet een verkoopspunt. Hè. Het is niet dat ze het ook zo gepromoot hebben van hey, je kunt dat hier uitschakelen. Nee, absoluut niet. De kans... Voor de actieliefhebbers, bedoel, hoeveel mensen weten dat ook effectief dat je dat kunt uitschakelen? Is nu ook niet dat ze daarmee hebben koop gelopen. Ik had het niet geweten totdat ik de demo had gespeeld. Ja, dus maar het is daarin dat ik zeker het eerst niet dat ze actief gepromoot hebben. Hè. Dus nee, absoluut niet. Voilà, en nu zijn wij hier aangekomen bij die Turian General. Wij moeten hier een of ander belangrijke Turian zien te vinden en te evacueren, want die zou kunnen helpen om de rassen bij elkaar te brengen tegen de Reapers. Want dat is het probleem is eigenlijk in dit spel, de rassen zijn wat verdeeld en het is aan Shepard om eigenlijk al de rassen een beetje bij elkaar te brengen en dan onder één grote vlag ten strijde te gaan tegen de Reapers, want dat is dan ook de enigste manier om enige weerstand te kunnen bieden. Ja. Het is ook weer mogelijk om goede beslissingen te maken, slechte beslissingen. En dan naar gelang gaan uw Paragon of uw Renegade Points ook toenemen. Dus als personage evolueert je dan ook naar een goed personage of naar een echte klootzak, zoals we dat dan noemen. En voor wat ga jij? Ik ben altijd... Een echte klootzak. Ik ben altijd veel te braaf manneke. Ik pak altijd de goede beslissingen. Dat is altijd in elk spel. Ja. Kijk, ik zal nu eens iets slecht pakken. Damned Reapers. Beaver Bastards, voilà. Wow, zo slecht is dat toch niet, hè? Nee, dat valt nog mee. Maar je kunt ook echt wel de klootzak uithangen. Dat is mogelijk. Ik probeer ook altijd goed te doen, maar soms is gewoon de verleiding toch te groot om zo eens een steek te geven aan moet iemand. Moet eens kunnen, hè. Gewoon, je ziet het daar staan, die lijnen. Je hebt toch zoiets van, fuck, ik wil het gewoon zeggen. Ook al weet ik dat het niet goed gaat uitpakken, ik moet het toch gewoon gedaan ja. Maar jij bent dan zo iemand die dan waarschijnlijk die het zegt en dan zijn save begint te reloaden. Nee, meestal pak ik wel de goede beslissingen, maar als ik echt zoiets heb van, dat personage steekt me serieus tegen en je krijgt de kans om hem een map te geven, dan druk ik toch rap op die R1-knop. Ja. Ik heb het toch ene keer al gedaan intussen in het spel, dus ik had zoiets van, dat gaat... Nee. Je gaat je klep houden nu. Maar dat R1. Is ook voor mij, is dat ook... Gewoon cool aan het spelen. Gewoon het feit dat je echt de dialoog zelf controleert. Dat je echt zelf kunt zeggen wat er op je lever ligt. En dat je niet gewoon moet slikken wat er gebeurt. En dan komen we terug op het feit waarom dat je in godsnaam... Dat is echt onbegrijpelijk. Als je dat doet, dan verdient je echt wel... Ik zou inderdaad... Houd dat gewoon intact en speel het gewoon zoals dat het bedoeld is om gespeeld te worden. Ja. Niet meer actiegericht, maar ja. Wat dat ze wel hebben gedaan is, sinds de eerste game hebben ze dat RPG-element wel een beetje teruggeschroefd en de actie meer op de voorgrond geschoven. En in Mass Effect 2 had je eigenlijk meer zo'n soort van afgewogen mix. Ja. Maar de actie is ook wel een pak beter geworden van de 2 tegenover de 1. Want als je nu nog de 1 opnieuw zou spelen, stelt dat je een Xbox in huis zou halen of de PC-versie, dan ga je echt merken... Die combat is echt vreselijk verouderd. Het speelt echt heel stroef als je dat nu speelt. Toen was dat ook al, dat je zei van, oké, dat is hier niet het sterke punt. Maar zeker als je het vergelijkt met als je de 2 gespeeld hebt, en ik neem aan de 3 is op dat vlak, zal wel de lijn doortrekken van de 2. Ja, het is er meer dat ik zei, nu mogen we kiezen bijvoorbeeld. Ik zou zeggen, James is meer een actiegerichte kerel, dus we gaan Liara naar boven laten gaan. Zij gaat die toren herstellen, zodat we de communicatie kunnen terugfixen. We komen later natuurlijk hier ook wel Garrus tegen, maar daar gaan we de tijd niet meer voor hebben. Nee, want we willen misschien ook nog
de multiplayer even. Jawel, er is inderdaad. Het is een iets langere pureplay dan gewogelijk, dan normaal, maar. Weet wat we doen? Zoals je dus zei. Ik plaats er gewoon nog een filmpje onder voor de multiplayer apart. Ingeving van het moment. Ingeving van het moment. Zouden we geen multiplayer dan gewoon spelen ook niet? Oh, ja, ja. Nee, ik zou dat toch, ja. We doen ook... multiplayer, maar we doen gewoon een filmpje onder het filmpje dat je nu aan het zien bent. Kun je het wel visualiseren? YouTube-filmpje. En een YouTube-filmpje eronder. Gewoon blijven doorspelen, of wat? Nee, nee, gewoon. Twee filmpjes. Twee filmpjes, dude. Overload aan Mass Effect, echt. Ja, waarom niet? Ja, nee, er zit dus inderdaad een multiplayer in, hè, maar het is geen traditionele multiplayer. Nee. Het is niet met Team Deathmatch of Deathmatch, het is een co-op multiplayer. En ik stel voor dat we daar direct naartoe gaan. Ja, en dat want anders dan wordt het misschien helemaal te lang. Yep, we gaan het even toelichten. Dan toch geen twee filmpjes. Nee, toch okay. niet. Best niet. Nee. Naar de Joachim weer te veel werk geven. Op naar de multiplayer, man. Op naar de multiplayer. Tot straks. Ja, we zijn terug in de multiplayer. Ja. De co-op multiplayer. Samen met Mega Wout. Mega Wout. Geen idee wie Mega Wout is. Wacht, zie. Mega Wout. Die is een naam, dat is misschien eens moeilijker om uit te spreken. T-duizend... Ja, een of andere 2000. Terminator. Voilà, ja. En een derde personage, die... Ja, voilà. Die is daar. Craven 031. Ja, dan is Mega Wout toch nog de beste naam. Echt wel, hè. En wij spelen met... Ik speel toch met een Turian. Dat is het coole ook aan de multiplayer. Je kan eigenlijk zo met verschillende rassen spelen. Een human male, human female. Je kunt met een Turian spelen. Een Asari. Een Krogan zelfs ook. Dus ja, een beetje de belangrijkste rassen. En met een Drell. Een Drell, sorry. Daarmee ook. Een Drell. Dat is zo'n soort van hagedisachtige wezen. Kent je nog... hoe heet hij daar? Allee, die assassin uit Mass Effect 2. Ik ben zijn naam volledig kwijt nu. Allee. Ik heb zijn naam niet komen, sorry. Ja, ik ook niet. Thane, dat was hem. Godverdik. Ah, ja. Die, wel ja, daar, met dat ras kun je dus ook spelen. En de bedoeling van de multiplayer is eigenlijk een soort van, zoals je het al daarstraks zei tegen mij, een soort van golvenvariant, waarbij het de bedoeling is om te overleven. Kijk, wave completed. Ja. En tot de 10e golf of zoiets, toch in de bronzen mode, want je hebt dus bronze, silver en gold challenges. In brons is toch tot golf 10 alleszins. En in de 11e golf moet iedereen zien te ontsnappen. Ja. Ja, tezamen met... Maar dus puur competitieve multiplayer waar je elkaar afknalt. Dat is er niet. Nee. En dat is misschien wel de beste keuze voor een game. Ja, als Mass Effect. Ik denk ook dat dat inderdaad de beste keuze was. Ik had dat inderdaad al gevreesd bij het opstarten van de multiplayer. Van, ah nee, weer zo'n team. Zo echt de traditionele dingen die we kennen en... En waar dat eigenlijk Mass Effect dan niet van kan profiteren, met al zijn identiteit, met dat je verschillende powers ook hebt. Hè. Ja. Je hebt je eigen abilities dat je kunt levelen en zo. Maar ze hebben dan toch voor iets co-op-achtigs gekozen. En dat vind ik inderdaad wel het beste, want dat speelt het echt. Het past ook echt bij de stijl van de singleplayer qua ja. combat. Hè. Dus het, is ook... het speelt ook inderdaad wel heel leuk. En het sluit dan ook mooi aan bij... Oh-oh, dit is iets moeilijker shit. Het sluit ook mooi aan bij de singleplayer, want... Je speelt eigenlijk met een soort van elite team. Die vier hier maximum in co-op. En ja, als je slaagt natuurlijk in je opdracht in de multiplayer, dan zou je meer kans moeten hebben in de singleplayer om de Reapers terug te dringen. Dat is niet noodzakelijk, dus je moet geen multiplayer gespeeld hebben om de singleplayer perfect te kunnen uitspelen. Maar het helpt wel. Ja. Dus ja, de uitdaging is er iets minder aan in singleplayer dan als je de multiplayer toch... beetje heb doorspit. Maar ik denk dat de meeste mensen toch eerst toch gewoon voor die singleplayer gaan, omdat dat toch echt dat is mijn, de reden is dat de game in huis haalt. Voilà. Dat is nog altijd... Dat is ook hetgeen waar je wil naar... Het is het grote slotstuk van het verhaal ook. Ja, over het slotstuk gesproken, op internet. Ja, tal van reacties van mensen die kwaad zijn. Heel veel kritiek, over ja. Over het einde. Ik moet ook zeggen, bij ons op de redactie zijn de meningen daarover ook verdeeld. Ik heb al met mensen gesproken die zeggen van, ik kan er wel inkomen dat er zo'n heisa rond is. Ja. Maar ik kan er wel inkomen dat mensen erdoor, ja, zeg maar, geïrriteerd zijn. Ja, dat ze maar het is zwaar, zijn. Zwaar overdreven, zeggen sommigen. En anderen die vinden het dan weer wel een slecht einde. Ja. Maar ja, ik denk... Dat iedereen het er in ieder geval, allee, los van aan welke kant dat je nu staat, dat iedereen er toch wel over eens is dat het wel de moeite waard is om het gespeeld te hebben. En het te raken. Ja, ik bedoel, het is niet dat alles
de vuilbak wordt ingekieperd, zeg maar. Van, nee. Dat het allemaal niet de moeite is geweest, gewoon door het einde. Dat is nu ook weer. Dus daarom ook dat de game zo even niet minder dan een 95 heeft gekregen in het PlayStation boekje. Ja, absoluut. Ja. Redelijk grote score toch. Maar bon, de scores liggen er op het internet ook niet om. Ik denk dat bijna alle grote review sites, boekjes, dat het overal eigenlijk wel zo'n een heel grote score krijgt. Dus dat wil toch wel iets zeggen. Dat wil toch iets zeggen. Ja. Zeker een van de kaskrakers van het voorjaar in ieder geval. Ja, misschien niet te zeggen de kaskraker van het voorjaar. Ja, dat wou ik juist zeggen. Het is misschien de grootste direct ook al. De eerste echte AAA blockbuster, kan je bijna zeggen. Ja. De Star Wars blockbuster van het jaar in videogame vorm gegoten. Ja, het wordt vaak vergeleken met Star Wars. Hè. Ja, dat is dan toch wel een hele eer op zich. Toch als het over die eerste trilogie gaat van Star Wars. Want die tweede daar, dat daar wordt ook een heel andere discussie. Dat is ook de derde film van de tweede trilogie, vond ik nog oké. Okay. Ja. Zijn toch nog in waardigheid geëindigd. Dat droeg dan toch nog op iets. Wat dan misschien niet gezegd kan worden van Mass Effect, dat is in waardigheid. Nee, oké. Ik weet het niet, ik heb het zelf nog niet uitgespeeld. Maar ja, ik zeg het. Het is natuurlijk wel zoiets dat misschien mythische proporties gaat aannemen. Dat einde, iets waar dat nog lang zal over gediscussieerd worden. Wachten tot en misschien later. Daarom alleen al is het ook de moeite om het te spelen om... Om toch meer van die discussie te kunnen... Wachten tot later deze maand, hè, want dan zou er dus blijkbaar toch iets op til staan door BioWare. Ze zouden blijkbaar aan het werken zijn aan iets alternatief voor het einde, om de kritiek tegemoet te komen van misschien de fans. Misschien gewoon één grote trollface. Stel je voor. Got your money. Ja, 10 euro en dan gewoon een grote troll op het scherm. Nee, desondanks, het is nog altijd wel... het is een heel knappe game. Misschien ook wel direct must-buy, die 95 ligt er dus niet om. Het is eentje om te beleefd te moeten hebben, zeker als je het verhaal tot nu toe ook mee beleefd hebt. Wow, crap. Dat is... Ik ga hier nu niet zeggen must-buy als ik het niet zelf heb gespeeld, maar afgaande op het feit dat ik de 2 heb gespeeld, is het voor mij al gewoon een must-buy, omdat ik gewoon wil voortspelen. Ik moet ook zeggen, dan toch wel... er is nu wel allerhande controverse over het einde, maar de rit naar het einde toe is op zijn minst wel memorabel te noemen, hoor. Absoluut misschien wel toch overwegen om daar 50, 60 euro aan te geven in de winkel. Mass Effect 3, supergoeie game in mijn ogen toch. En daarmee sluiten wij af. Ja. We hebben nog enkele waves hier te overleven intussen. En ik ga proberen het exemplaar van Joachim te stelen. Dat ga jij niet proberen, dankjewel. Ik ga het toch proberen. Of ik ga slagen, dat is een andere vraag. Alright, tot de volgende. Bye.